Wij blijven geloven dat om de miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft. Waarin zich zijn huil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd. Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. En dat hij ons telkens de durf weer wil geven, ook nu in een wereld van steen. Om buiten onszelf voor de ander te leven, ons kleine begin van zijn groot ideaal. Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeet naar de hoogte.